Een hele goede avond, dames en heren. Van harte welkom bij dit eerste webinar over echtscheiding. Dit webinar is een eerste in de serie van FFP. Het is een pilot en dit webinar heeft als doel om u meer inzicht en verdieping te geven over het hele proces rondom echtscheiding. Wat huishoudelijke mededelingen voor u. U kunt tijdens dit hele webinar vragen stellen via het vragenvenster. En we zullen een aantal vragen zo goed mogelijk beantwoorden tijdens deze live uitzending. Ook zijn er een aantal enquêtevragen en die ziet u ook op uw scherm waar u ons nu ook in beeld heeft. En u hoeft deze nog niet in te vullen. Die komen straks aan bod verderop in de live uitzending en ik zal ook zeggen wanneer deze ingevuld kunnen worden. En mocht u technische problemen ondervinden tijdens deze uitzending, dan staan daar ook een aantal oplossingen op het scherm bij u. En mocht dat echt niet lukken, dan kunt u altijd nog een telefoonnummer bellen waar u terecht kunt. Het schermpje waar u in dit geval mij in beeld heeft, kunt u ook nog vergroten tot een fullscreen, zodat u wellicht zometeen de PowerPoint slides nog wat beter kan lezen. Dat waren de huishoudelijke mededelingen. En gelukkig heb ik vandaag Jasper Horsthuis naast me zitten. En hij is de expert op dit gebied. Jasper, jij bent eigenaar van scheidingsdeskundigen. Maar dat niet alleen. Je bent ook financieel planner. Zit je in de pensioenen en bent mediator. Maar veel belangrijker, jouw specialisatie is op het gebied van scheidingen. En ik wil jou eigenlijk het woord geven om met de mensen door de agenda heen te lopen. En te kijken wat we vanavond kunnen verwachten. Ja. Nou, dankjewel Nicole. Ontzettend leuk om hier te zijn. En ook alle FFP-collega's van harte welkom vanavond. Leuk dat ik hier mag zijn om jullie mee te nemen in het scheidingsproces. We hebben daar ongeveer een uur de tijd voor. En de agenda vanavond ziet er eigenlijk als volgt uit. We gaan praten over scheiden in Nederland en het scheidingsproces. Ik heb mezelf daar in 2010 in gespecialiseerd. Het lijkt me leuk jullie daar iets over te vertellen en ook te kijken van wat is nou eigenlijk onze rol als financieel planner in dat scheidingsproces. Daarnaast wil ik met jullie stilstaan bij de vermogensverdeling, vergoedingsrechten en de eigen woningregeling. Daar gaan we een casus behandelen waar ook wat knelpunten aan het licht komen. En tot slot, en ik hoop en verwacht ook dat we daar voldoende tijd voor hebben, gaan we stilstaan bij pensioenafwikkeling. Waar ook wel het nodige over te vertellen valt. Veel plezier met het kijken. En graag wil ik jullie ook allemaal uitnodigen om vragen te stellen. Er is ook op jullie scherm zichtbaar een blok, hè, als ik het goed zeg, Nicole, waar jullie vragen in kunnen formuleren. En ik zou het leuk vinden om vragen te krijgen, om ook de interactie met elkaar aan te gaan. Eigenlijk wil ik beginnen met jullie wat te vertellen over het scheidingsproces zelf. Ik heb daar in 2011 onderzoek naar gedaan. Ook naar de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland. En het onderzoek gaat eigenlijk eerst over het scheidingsproces zelf. Hè. Wat verstaan we daaronder? En als je in hoofdlijnen kijkt naar het scheidingsproces, dan kun je dat ongeveer in drie hoofdonderwerpen onderscheiden. Procedurele juridische aspecten. He, er moeten juridische zaken geregeld worden. Er moet een verzoek naar de rechtbank. Allerlei juridische zaken. We zitten met financiële, fiscale aspecten die aan de orde komen. En er zijn sociaal-emotionele aspecten die daar eigenlijk als een rode draad doorheen lopen. En dat is eigenlijk het scheidingsproces. Als we nu kijken welke beroepsgroepen op dit moment bezig zijn met scheidingsbegeleiding in Nederland. En dus ook met die drie hoofdonderwerpen, dan zijn dat vooral advocaten en mediators. En in het onderzoek heb ik eigenlijk de beroepsgroepen afgestemd op hetgeen het scheidingsproces inhoudt. En daarbij is mij eigenlijk opgevallen dat als je kijkt naar het scheidingsproces en de beroepsgroepen, even nu dan de advocaat als voorbeeld, die is vooral juridisch geschoold en heeft vooral verstand van juridische aspecten. De mediator die heeft vooral verstand van communicatieve, sociaal-emotionele aspecten. Maar van de andere deelonderwerpen weer wat minder. En daar zie je eigenlijk al dat de beroepsgroepen of meerdere specialisaties zich eigen moeten maken, of elkaar moeten opzoeken en elkaar moeten helpen om die scheidingsconsument zo goed mogelijk te helpen. Nog specifieker, als ik kijk naar de advocaat en naar de mediator, dan missen die kennis op het gebied van financiële en fiscale aspecten. En ik denk dat het heel goed is voor ons als financieel planners
dat wij ons realiseren is dat daar, ja, wij daar een belangrijke rol kunnen vervullen voor de scheidingsconsument. Omdat ja, die andere beroepsgroepen, de advocaten en de mediators, daar, en ik generaliseer dan even, daar toch de kansen laten liggen. Omdat zij ja, simpelweg daarvoor niet opgeleid zijn. Hè, dus daar liggen wat mij betreft belangrijke kansen voor ons als financieel planners om daar invullingen aan te gaan geven. En dat zal ook in het verdere webinar ook aan de orde gaan komen. Ja, aan de hand van wat voorbeelden zal ik dat ook gaan illustreren. Nog een interessante gedachte. Toen ik zelf begon met het scheidingsproces, toen vroeg ik me af van... ik ga mij als financieel planner ga ik mij verdiepen in dat scheidingsproces. Maar ja, in hoeverre kan ik dan geconfronteerd worden met al die emoties die natuurlijk spelen in dat scheidingsproces? Het is vaak een moeilijke tijd voor de mensen die in die scheiding zitten. En ik moet denken aan mijn eerste gesprek wat ik had met scheidingscliënten. Daar kwam ik binnen en om eerlijk te zijn was ik best zenuwachtig. Het zweet liep me over mijn rug. En ik ging daar aan de tafel zitten, natuurlijk wat gespannen. Ik had inmiddels wel een mediationopleiding gevolgd, dus ik had wel wat bagage mee. Ik keek naar die twee mensen die aan tafel zaten en ik zei van, nou, ik ben hier gekomen omdat jullie willen scheiden. Waarop de man zei van, nou, ik wil eigenlijk helemaal niet scheiden. En ja, daar had ik dus eigenlijk mijn eerste blunder had ik al gemaakt, omdat ik dus ja, niet die emotionele aspecten had onderkend. Omdat je dus niet weet ja, wat er speelt bij die mensen. Ze hebben mij niet kwalijk genomen. Het is allemaal wel goed afgelopen, gelukkig. Dus het was wel nog een prettige eerste ervaring. Maar tegenwoordig ja, begin ik eigenlijk het gesprek anders. En vraag ik aan ze van, nou, ik ben hier gekomen in verband met een scheiding. En wie van u wil daar iets over vertellen? En dan leun ik achterover en dan... Komt het wel. Ja, dan komt het wel. En dan laat ik de mensen hun verhaal doen. En wat dan ook vaak speelt, is dat de mensen niet op hetzelfde... op hetzelfde level zitten in de verwerking. Hè? Dus vaak heb je één iemand die het initiatief neemt voor de scheiding. Bij veel scheidingen is mijn ervaring is dat toch de vrouw die het initiatief neemt voor de scheiding. Echt waar? Oké. Okay. Ja. Dat heb ik verwacht. Ja, nee, dat is in ongeveer 60-70% van de gevallen. Okay. En ook in mijn eigen scheidingspraktijk ervaar ik dat. Dat het toch vaak de vrouw is. En ja... Dus dan spelen ook die emoties al. En ook voor, nou, hoe is het voor die andere partner? Ja. En wil die ook meebewegen om samen dat scheidingsproces in te gaan? En ik heb een afbeelding meegenomen die dat illustreert. Dat is deze afbeelding van het verwerkingsproces. Je ziet eigenlijk aan de linkerkant, zie je eigenlijk in het rode gedeelte, zie je eigenlijk degene die nog wat minder ver in het proces is. Die kan, het besluit van de ander om te gaan scheiden kan... hem of haar hebben overvallen. Ja. Die kan nog in een ontkenningsfase zitten. Die kan nog heel boos zijn. Verdrietig. Daar spelen veel emoties. En de andere partner die al iets meer in het blauw-groene gedeelte zit. Wat jullie op je schermen kunnen zien. Die heeft misschien al wel 2 jaar geleden mentaal afscheid genomen van de ander. Ja. En nu de keuze gemaakt om weer verder te gaan. En dan beginnen eigenlijk de eerste onderhandelingen in het scheidingsproces. Die beginnen dan al van... Nou, staan de lichten op groen om verder te gaan? En ook op welk tempo? In welk tempo gaat dat gebeuren? Ik vind het wel goed dat je dit benoemt. Want ik kan me voorstellen dat veel mensen... scheiden klinkt bijna iets als iets juridisch. Een juridische ontbinding. Dat klinkt heel, heel bazaal feitelijk. Maar dat is natuurlijk een gruwelijke emotionele aspect. En daar kun je niet tegen... Geen enkele opleiding is daar tegen opgewassen. Dat moet je echt uit de praktijk natuurlijk... Ja. Ervaren een stukje. Ja, dat heb ik wel gemerkt. Dat in het begin was het natuurlijk hartstikke spannend. Maar nou, naarmate je vaker met die scheidingsconsumenten, laten we ze zo maar noemen, aan tafel zit, leer je daarmee omgaan. En kun je ook wel heel erg op je intuïtie vertrouwen. Je doet je best om die mensen verder te helpen door die moeilijke tijd. En ik moet zeggen dat ik dat ook eigenlijk wel het mooie vind van het beroep. Je helpt ze verder. Je helpt ze verder door een moeilijke tijd. En veel emoties. Ik moet zeggen dat er ook nog wel soms gelachen wordt hoor, tijdens scheidingsbegeleiding. Gelukkig. Dus dat gebeurt ook. Dus
Ja, dus ik vind toch, ondanks dat wij natuurlijk allemaal financieel planners zijn en vooral met de financiële en fiscale aspecten bezig zijn, dat we ook ons wel realiseren, is dat het scheidingsproces is complex. En naast onze financiële en fiscale aspecten spelen daar ook emotionele aspecten. Het is in ieder geval, ja, op zijn minst goed om daarover na te denken, dat je daarmee geconfronteerd kan worden. Wat je ook vaak ziet, ik heb dan een andere afbeelding meegenomen. Heel latente manifest. Dus wat is zichtbaar bij die mensen en wat is niet zichtbaar? Je ziet vaak dat je, als je binnenkomt, dat je niet direct weet precies wat er speelt. Nee. Wat zijn de zorgen van die mensen? Wat houdt hen bezig? Wat verwachten ze van jou? En door het stellen van goede vragen en ook door die verbinding te maken, creëer je een basis om samen op verder te gaan. Ja. Ja. Klinkt goed. Ja, nou, ik ben blij om dat te horen. Ja. Dat was er in ieder geval alleen. Ja. Ik heb nog een andere afbeelding. En dan wil ik samen met jullie graag even kijken naar het scheidingsproces zelf. Dat is dit schema. Daar staan wat verschillende deelonderwerpen op die aan de orde komen bij de afwikkeling van een scheiding. En het is interessant om te kijken van in hoeverre zou een financieel planner nou een rol kunnen spelen bij het helpen van deze mensen bij deze deelonderwerpen? Of zou dan toch die advocaat of die mediator daar beter voor geschikt zijn? Als we kijken bij het eerste onderdeel, dan staat dat opstellen van het ouderschapsplan. In de basis is dat misschien niet direct het onderwerp waarvan je denkt van daar kunnen wij als financieel planner daar zijn we nou voor opgeleid en verstand van opvoedkunde en zo. Dat durf ik wel te zeggen, dat hebben we eigenlijk niet. Maar een belangrijk onderdeel van het ouderschapsplan is ook al het vaststellen van de onderhoudsvoorziening voor kinderen, kinderalimentatie. En als we kijken naar het vaststellen van kinderalimentatie, dan zitten we toch alweer heel snel in financiële, fiscale deelonderwerpen. Dus als je het mij vraagt, is dat stuk vooral iets voor financiële, fiscale deskundigen. En is het toch eigenlijk wel een beetje gek dat mediators en advocaten die achtergrond minder hebben, nu eigenlijk vooral met ook alimentatierekening bezig zijn. Dus dat is al onderdeel 1. Als we gaan kijken naar de vermogensverdeling zelf. Dat is ook financieel, maar ook fiscaal. Bepaalde keuzes die mensen maken kunnen grote fiscale gevolgen hebben. Denk aan het toedelen van lijfrente. We gaan straks nog praten over pensioenverrekening. Met vermogensbestanddelen. De eigen woningregeling, die ook hoort bij het verdelen van de bezittingen. Belangrijke aspecten die daar veel aandacht nodig hebben. En als je mij vraagt, bij de huidige scheidingsbegeleiders, de traditionele beroepsgroepen, toch blijven liggen. Dus dat is onderdeel 2. Als we kijken naar onderdeel 3, het vaststellen van partneralimentatie en kinderalimentatie. Eigenlijk moet ik het in een andere volgorde zeggen. Want kinderalimentatie gaat natuurlijk voor op partneralimentatie. Eerst de kinderen en dan ex-partners. En eigenlijk kunnen we dan ook direct al kijken naar 4, het inkomen na de scheiding. Ook dat is vooral financieel, fiscaal van aard. En in mijn eigen scheidingspraktijk zie ik vaak dat daar veel blijft liggen. Mensen zitten in een onzekere periode tijdens hun scheiding. Hebben veel zorgen over hun toekomst, ook financieel. En dan willen ze graag weten van waar ben ik straks aan toe? Ja. En dan is het hartstikke belangrijk dat je naast een goede alimentatieberekening kan maken, dat je ook al die inkomsten en uitgaven met elkaar in onderlinge samenhang kan brengen. Dus dat je gaat kijken van wat is uw eigen inkomen? Wat is de kinderalimentatie? Wat is de partneralimentatie? Op welke heffingskorting heeft u recht? Zijn er ook soort checklisten voor? Dus ook berekeningstools dat je weet? Ja, er zijn berekeningstools voor. Dus er is alimentatierekensoftware. Ik werk zelf met de Split Online. Dat is een heel toegankelijk programma wat ook relatief betaalbaar is. Dus dat is niet onbelangrijk. Dus die help je met het in kaart brengen. Maar ondanks dat er goede software is, dan zou je kunnen denken van dan kunnen die mediators en die advocaten die goede software gebruiken. Kunnen de deur uit. En hebben ze ons eigenlijk ook niet meer nodig. Ja. Dat denk ik niet. Want je moet wel begrijpen waar je mee bezig bent. Ja. Om ook op een zorgvuldige manier die berekeningen te kunnen maken. Dan is het garbage in, garbage out als je niet oppast. Dus ook daar denk ik dat er een belangrijke rol weg is gelegd voor financiële fiscale deskundigen. Wij financieel planners. Nog even verder kijken. We gaan alle stappen niet heel uitgebreid behandelen. Want anders dan,
We zijn zo aan het einde van het webinar gekomen. Ik zie dat we ook al een kwartier onderweg zijn. Even kijken, de pensioenafwikkeling bij scheiding. Nou, dat is, in mijn praktijk zie ik heel vaak dat voor de standaard wettelijke verdeling wordt gekozen. Nou, daar zijn alternatieven op. Als we dan nog even verder kijken, zien we bijvoorbeeld ook nog de belastingaangifte het jaar van de scheiden. Allemaal financiële, fiscale aspecten. Dus als je mij vraagt, het scheidingsproces is vooral financieel, fiscaal van aard. Naast natuurlijk al die emoties en ook die juridische aspecten. Maar het is volstrekt logisch dat wij aan tafel zitten. Dan wil ik graag iets vertellen ook over de toename van het aantal scheidingen. Ja, want daar hebben we natuurlijk nog, dat is het onderdeel van jouw onderzoek. En voor de mensen die het schema net niet helemaal goed gezien hebben, de slide deck wordt achteraf nog beschikbaar gemaakt. En misschien dat de regiekamer nog één keer even snel in beeld kan brengen. Terwijl Jasper vertelt over de toename van de scheidingen. Ja, dus inderdaad, het aantal scheidingen is in 2014 toegenomen ten opzichte van 2013. Daar hebben wij, daar zijn CBS-cijfers over. Dat is met 5% toegenomen. We praten dan over ongeveer 35.000 ontbindingen van huwelijken. En daarnaast zijn er ongeveer 1800 ontbindingen van geregistreerd partnerschappen. Er zijn er natuurlijk minder van gesloten, dat bestaat natuurlijk ook minder lang. En daarnaast is er een grote groep van samenwoners die hun relatie ontbinden. En ook die doelgroep, daar moeten ook zaken worden geregeld. Die mensen hebben eigen woningen, die hebben kinderen. Die hebben misschien pensioenen waar ze elkaar hebben aangewezen voor het nabestaande pensioen. Dus daar moet wel degelijk wat gebeuren. Daarnaast heb je overigens ook nog een grote groep die al gescheiden is. Maar nog problemen hebben vanuit het verleden die ook nog weer hulp nodig hebben. Dus dat is best een doelgroep. Ik zou u eigenlijk graag de volgende vraag willen voorleggen. Nicole... U kunt dus nu eigenlijk naar het linksonder in uw beeld ziet u een 1, 2 en 3. Dus we zijn logischerwijs nu bij vraag 1. Dus als u vraag 1 zou willen invullen, dan kunt u meteen daarna ook het resultaat zien. En wat ik nu zo snel zie is dat toch 75% het eens is met die stelling. Ja, mensen gaan makkelijker uit elkaar op dit moment, doordat het economisch goed gaat. Dat is best interessant. Hè? Er wordt inderdaad veelal aangenomen dat omdat het economisch beter gaat, gaat het ook met de stellen financieel beter. Hè? Dus de huizen staan misschien iets minder onder water of er is zelfs weer overwaarde. En dat men het gevoel heeft van we kunnen met minder grote zorgen kunnen we uit elkaar, dus laten we nu die scheiding maar doorzetten. Dus ik begrijp die gedachtegang wel. Maar interessant is dat je het ook nog op een andere manier zou kunnen bekijken. Namelijk dat door financiële problemen ontstaan ook relatieproblemen. Kan een relatie onder druk komen te staan. En als dat aanhoudt, dan kunnen daardoor ook scheidingen ontstaan. Dus dan zou je juist zeggen van hoe slechter het economisch gaat, hoe meer scheidingen. Ja. Dus dat is weer net andersom geredeneerd. Ja. Maar 75% is het dus eens met de stelling. En dat begrijp ik wel. Ja. Dus jouw praktijk zou moeten floreren inmiddels. Ze komen als warme broodjes gaan ze over de toonbank. Nee, ik zelf merk dat eigenlijk niet. En er zijn ook mensen die zeggen van door de economische crisis is er een heel stuw meer ontstaan van mensen die gaan scheiden, die dat niet konden, maar nu wel. Dus het gaat alleen maar verder stijgen. Ja, persoonlijk geloof ik daar niet echt in. Heb ik het gevoel dat het redelijk stabiel zal blijven. Ja. Maar goed, we gaan dat zien. Ja. Dan hebben we eigenlijk het eerste onderdeel over het scheidingsproces en onze rol daarbij. Dat hebben we afgerond. En zou ik graag met jullie willen naar een inhoudelijke casus. Die ziet op die vermogensverdeling. Jullie kunnen als het goed is nu ook meelezen met deze casus. En die casus die gaat over Maarten en Vera. Die zijn in 2004 gehuwd in gemeenschap van goederen. En kort na hun huwelijk hebben zij hun eerste woning gekocht voor €250.000, inclusief alle kosten. Nou, die verwerving van die woning die is betaald met een schenking die Vera heeft ontvangen van haar ouders. Op die schenking daar zat een uitsluitingsclausule op. Ja, dus dat verdient aandacht. En daarnaast zijn zij gezamenlijk een financiering aangegaan van €230.000. Nou, tijdens het huwelijk heeft Vera in totaal nog €40.000 vanuit uitgesloten vermogen afgelost op de hypotheek. Dat is steeds voor 2012 gebeurd. Ik zal straks ook nog uitleggen wat het belang is van het moment van 2012.
Nou gaan zij in november 2015 gaan zij scheiden. De waarde van de woning is op dat moment 3 ton. En Maarten en Vera die hebben afgesproken dat Maarten de woning overneemt. Nou, en Maarten en Vera die melden zich nu bij u met het bericht dat zij gaan scheiden en dat ze hulp nodig hebben bij de afwikkeling van die scheiding en ook ten aanzien van die vermogensverdeling van nou, hoe ziet dat er nou uit en wat moeten wij nu doen? Nou, daar zou ik graag met jullie bij stil willen staan. Als je een vermogensverdeling bij een gemeenschap van goederen gaat opstellen, gaat afwikkelen, dan doe je dat in 3 stappen. De eerste stap is dat je in kaart gaat brengen hoe ziet de financiële situatie eruit en wie heeft recht op wat. Dus je maakt een soort van foto van de financiële situatie zoals dat die nu is. De tweede stap is dat je gaat kijken van wat zijn hun wensen. Dus hoe wensen zij hun vermogen te verdelen. En de derde stap is van nou blijkt daar een over- of onderbedeling uit. En die zal dan gecorrigeerd moeten worden. Hè, als je tot een evenwichtige vermogensverdeling wilt komen. Nou, als we dan samen even gaan kijken naar die eerste vermogensopstelling. Dan zien we dus 3 kolommen. We zien het privévermogen van Maarten. We zien de gemeenschap van goederen. En we zien het privévermogen van Vera. He, dus ondanks dat er een gemeenschap van goederen is, zijn er toch privévermogens. Dat kan als mensen schenken of erfenis onder uitsluitingsclausule hebben ontvangen. Maar dat kan ook als bijvoorbeeld goederen verknocht zijn. Daar gaan we overigens in het webinar niet verder op in. Wat we dan zien in deze vermogensopstelling is dat de woning in die gemeenschap van goederen valt. He, die is inmiddels toch een gezamenlijk verwerf. Er is ook een gemeenschap van goederen. We zien dat de investeringen die Vera heeft gedaan, omdat daar een uitsluitingsclausule op zat, dat de gemeenschap van goederen nog wel verplicht is die bedragen weer te vergoeden aan het privévermogen van Vera. Dus in beginsel 20.000 euro, wat gebruikt is bij de verwerving. En ook 40.000 euro, wat later is gebruikt voor aflossing van de hypotheek. En zo zie je dus dat er eigenlijk op verschillende manieren privévermogen geïnvesteerd kan worden. Bij de verwerving, bij aflossing, maar het kan bijvoorbeeld ook voor een verbouwing gebruikt zijn. Hè, dat geven we hier niet aan, maar dat zou kunnen. De hypotheek, dat is ook een gemeenschapsschuld. En we gaan ook vanuit dat het een eigen woningsschuld is. En dat betekent dat het totale gemeenschappelijke vermogen 50.000 euro bedraagt. En het privévermogen van Vera, dat bedraagt 60.000 euro. Nou, als we dan kijken, hè, want mensen zijn in gemeenschap van goederen gehuwd, dan zijn ze voor de helft gerechtigd in die gemeenschap van goederen. En dat staat in artikel 100 van het burgerlijk wetboek 1. Voor gelijke delen zijn ze daarin gerechtigd. En dat betekent dat ze dus beide recht hebben op 25.000 euro. Dus dan hebben we stap 1, hebben we compleet. Wat is het beeld van hun vermogen? Wie heeft recht op wat? En dan hebben we dus aandacht besteed aan die vergoedingsrechten ook. Als we dan gaan kijken naar de tweede stap, zien we in die tweede stap dat de wens, Maarten, die krijgt de woning en de hypotheek toebedeeld. Dus in totaal heeft hij 110.000 euro wat hij uit de gemeenschap van goederen krijgt. We zien dat Vera, die delen we de verplichtingen toe. 20.000 euro, 40.000 euro. In het beginsel heeft hij die verplichting aan haarzelf. En wat we dan gaan doen, dus zij krijgt in totaal min 60 uit die gemeenschap toebedeeld. En dat gaan we afzetten tegen waar iemand recht op had. Dus als we dan kijken naar Vera, die had recht op 25.000 euro uit die gemeenschap, maar die krijgt toebedeeld verplichtingen. En per saldo krijgt ze dan eigenlijk 85.000 euro te weinig. Als we dan kijken in het spiegelbeeld naar de situatie van Maarten, dan zien we eigenlijk dat Maarten die had recht op 25.000 euro, maar hij krijgt 110.000 euro, dus hij krijgt 85.000 euro te veel. In dit soort vermogensafwikkelingen zie je eigenlijk dat de overbedeling altijd gelijk is aan de onderbedeling. Als daar verschillen in zitten, dan weet je, dan klopt er iets niet. En dan moet je nog een keer gaan rekenen. En overigens dien je ook de bedragen in de eerste stap, dat die bedragen hè, op de peldatum die is vastgesteld, wat partijen zijn overeengekomen, die dienen ook in de toedeling in stap 2 moeten die ook gelijk zijn. Het betekent dus per saldo dat Maarten nog 85.000 euro aan Vera dient te vergoeden. Nou, tot zover geen rocket science. Dit is denk ik allemaal goed te begrijpen. Overigens is het wel zaak dat je dit stap voor stap doet. Ik zie toch in mijn praktijk nog vaak
dat stappen door elkaar worden gehaald. Ook door de andere beroepsgroepen. En we moeten daar kritisch naar kijken. Om rekenfouten te voorkomen. Nou, Maarten die dient dus nog 85.000 euro aan Vera te vergoeden. En dat kan hij op verschillende manieren doen. Dat kan hij afrekenen met geld of met andere goederen. Hij kan het verschuldigd blijven aan Vera. Hij kan extern dat gaan financieren. Hij kan het zelfs schenken als hij dat zou willen. Dan moeten ze wel rekening houden met dat het natuurlijk ook fiscaal belast is. Daar gelden voor ex-partners weer wat vrijstellingen voor. Het besluit van 2010 wil ik opwijzen. Het zou gecombineerd worden met partneralimentatieverplichtingen die er zijn. Daar gaan we vandaag niet op in. Maar het zou kunnen dat Vera verplicht is partneralimentatie te betalen aan Maarten. En dan zouden ze mogelijk bepaalde zaken met elkaar kunnen verrekenen. Ook dat heeft complexe fiscale aspecten. Hè. Dus dat kan, maar dat moet je wel goed inrichten. Het zou ook gecombineerd kunnen worden met de pensioenafwikkeling. Daar gaan we later nog naar kijken. In deze situatie gaat Maarten dit financieren. Dat is ook eigenlijk het meest ideale, want bij scheiden wil je ontvlechten. Ja. Dus hij financiert het elders. Hij voldoet zijn verplichting aan Vera. En dan kunnen partijen weer verder. Ja. Nou, als we nou gaan kijken naar het vaststellen van die nieuwe eigen woningsschuld van Maarten. Zijn financieringsbehoefte is, dat stellen we in deze casus, 275.000 euro. Namelijk 190.000 euro overname van die schuld die er al was. En het financieren van 85.000 euro. We gaan er even vanuit dat de overige kosten, dat hij die uit eigen zak betaalt. Want die overige kosten voor de akte van verdeling, die dragen ze bij helften. Vera en Maarten betaalt daar beide de helft van. Ja. En de hypotheekadvieskosten die bedragen 2500 euro. En het taxatierapport en de hypotheekakte die bedragen gezamenlijk in totaal 1000 euro. Twee keer 500 euro. Nou, wat is dan de maximale eigen woningsschuld? Als we daarna gaan kijken. Ik zie dat het niet heel mooi meer onder elkaar staat, maar ik denk dat het wel duidelijk is. Dus dat we eerst gaan kijken naar de verwerving van het deel van Vera. Dus Maarten die gaat de helft van Vera gaat die verwerven. Dus dat betekent dat hij een verwerving heeft van 150.000 euro. De kosten van de akte van verdeling, de akte van levering staat hier, maar de titel is verdeling in deze casus. Daar mag Maarten de helft van opgeven, omdat hij ook slechts de helft daarvan draagt. De totale verwerving bedraagt dan 150.400 euro. Daarnaast kunnen we kijken naar financieringskosten die onderdeel kunnen worden van die maximale eigen woningsschuld. En slechts financieringskosten die verband houden met die verwerving, die mogen daarbij betrokken worden. En dat kunnen we afleiden uit artikel 3.119a lid 2c. En daar zien we dus van de wet inkomstenbelasting, daar zien we dat dus de verwerving 150.400, dat delen we door de nieuwe schuld, 275.000 euro. En dat vermenigvuldigen we met die financieringskosten. Nou, dan zou je 1914 euro kunnen toevoegen aan die maximale eigen woningsschuld. Daarnaast had Maarten de helft van de lopende schuld, de helft van 190.000 euro, dus 95.000 euro, dat is zijn bestaande eigen woningsschuld. Nou, en als we dan die drie bedragen bij elkaar optellen, de verwerving, de financieringskosten, die verband houden met die verwerving, en ook de bestaande eigen woningsschuld, dan zien we dat de nieuwe eigen woningsschuld maximaal 247.314 euro kan bedragen. En dat betekent dus dat Maarten een box 3 gedeelte in zijn lening heeft. En dat is, je zou misschien kunnen denken van, goh, dat is toch gek eigenlijk. Want hij heeft nooit iets anders gedaan met dat geld dan voor zijn woning gebruikt. Maar omdat hij nu die vergoedingsrechten van Vera moet afrekenen. Dat afrekenen, dat leidt niet tot een verwerving of verbetering of onderhoud van een eigen woning. En dat kan dus niet aangemerkt worden als eigen woningsschuld. En daar zien we eigenlijk dus al het eerste knelpunt. Ja. Dat als je financieel fiscaal niet onderlegd bent, dan zou je als advocaat of mediator misschien kunnen denken dat alles een eigen woningsschuld zou zijn. Daar zou je ook in alimentatieberekeningen op die manier rekening mee kunnen houden. Dan lijkt het alsof de hele hypotheekrente aftrekbaar is, waardoor er meer draagkracht zou zijn voor partneralimentatie. Bij kinderalimentatie speelt het overigens niet, want daar werken we met forfaitaire bedragen sinds april 2013. Maar voor partneralimentatie zou je dan al een verkeerde berekening kunnen krijgen. Daarbij kennen we natuurlijk sinds 2013 ook de aflossingseis.
welk deel van deze nieuwe eigen woningsschuld dient tenminste annuitair afgelost te worden. Nou, dat is het stuk boven de 95.000 euro. Dus dat betekent dat daar ook nog een aflossingsverplichting in zit. En ook die aspecten, en ik kan me voorstellen dat veel mediators en advocaten dat misschien inmiddels wel weten, maar ik vraag me het toch wel een beetje af of ze het echt allemaal... Nou, het zijn dusdanig belangrijke stappen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Dus ook al hebben ze er verstand van, het is toch, denk ik, best lucratief om hier financieel iemand naar te laten kijken. Zeker omdat het zulke gevolgen kan hebben. Ja, nou, vooral voor die scheidingsconsumenten heeft het veel waarde. En hè, dat er in ieder geval een zorgvuldige berekening komt. Omdat al die aspecten hangen met elkaar samen. Dit is de vermogensverdeling. Maar we zien, dat grijpt ook in alimentatie rekenen. En daarom is het belangrijk om dus ook dit soort berekeningen goed te kunnen uitvoeren. En wellicht dat veel financieel planners best weten hoe deze berekening moet. Maar in de praktijk gaat het toch nog vaak mis. En Jasper, stel de schenking en inbreng van Vera was er niet geweest. Was er dan ook nog steeds sprake van een box 3? Op het moment dat die investeringen niet waren gedaan, dan was die eigen woningsschuld nog hoger geweest. Ja. En op het moment dat die eigen woningsschuld hoger was geweest, ja, dan had je de verwerving gehad, de hogere eigen woningsschuld. Dus dan was er geen box 3 gedeelte geweest. Ja. Omdat alles dan zou zien op die eigen woning. Ja. Dus dan had je dat probleem niet gehad. Okay. Ja. Dus zo zie je maar dat als een partner overweegt om te investeren in een gemeenschappelijk vermogensbestand, iets wat in de gemeenschap van goederen zit, is dat je dus van tevoren moet gaan overleggen van is dat handig? En dat lijkt natuurlijk heel mooi, hè? Maar in 2014 kennen we die regel dat hè, willekeurig iemand die mocht jou schenken om af te lossen op de eigen woningsschuld. Nou, dat gebeurde ook veel, is mijn ervaring. Ja, maar dat ging verder dan alleen maar, de hypotheek wordt iets minder en we moeten nog afrekenen bij scheiden. Er was wel meer aan de hand. Ja. En wij zouden als financieel planner juist die mensen op dat soort aspecten kunnen wijzen. En ook als ik de Prinsjesdagplannen goed heb begrepen, in 2017 komt weer die verdere verruiming om die eigen woningsschuld af te lossen en daarvoor te schenken. Dit zal wel voortduren. En overigens kan het ook om kleinere bedragen gaan. Hè. Als je jaarlijks van je ouders 5.000 euro krijgt onder uitsluiting, en je lost het af op de gemeenschappelijke schuld, dan heeft dat gevolgen. Ja. He, dus daar moet op zijn minst over nagedacht worden. Er is nog één belangrijke vraag over de gevolgen. Kosten voor het verkrijgen van de schuld is toch net zo hoog voor 10.000 als voor 275.000. Waarom moet je het dan delen? Zou je de vraag nog een keer kunnen stellen? Kosten voor het verkrijgen van de schuld is toch net zo hoog voor 10.000 euro als voor 275.000 euro. Dus waarom moet er altijd gedeeld worden, ook al is het te klein als... Dat er altijd gedeeld moet worden, is dat men... We kennen twee soorten benaderingen fiscaal van financieringskosten. Hè? Dus we hebben enerzijds, welke financieringskosten kunnen we toevoegen aan de maximale eigen woningsschuld? Hè, dus wat is onze boxen 1 schuld? En de tweede aspect is van welke financieringskosten zijn eenmalig fiscaal aftrekbaar? En dat is een andere fiscaliteit. Als we gaan kijken naar financieringskosten die verband houden... Die worden gemaakt voor het aangaan van een schuld, dan moeten we kijken in hoeverre houdt het verband met de verwerving of verbetering of onderhoud. Ja, okay. En alleen als het daar verband mee houdt, dan kunnen we voor dat deel kunnen we ook die financieringskosten weer toevoegen. Ten aanzien van de eenmalige aftrekbaarheid, en daar gaat ook mijn volgende sheet over, daar werkt het anders. Daar zien we ook dat een nog wat grotere deel eenmalig afgetrokken kan worden. We zien daar dat die 150.400, die verwerving, de verwerving plus die akte van verdeling, dat noemen we de verwerving, plus de bestaande eigen woningsschuld, 95.000 euro, dat we dat kunnen afzetten tegen de volledige lening. En dan komen we op een totaalbedrag uit van 3123 euro. En dat is, nagenoeg, maar dat benadert al redelijk die 3500 euro. Dus dat is een andere benadering. De bron daarvan is een brief van toenmalig minister De Jager nog, 26 augustus 2010. Dus daar kun je dat nog eens in nalezen. Ja. Dus toch, de berekening zorgt in ieder geval nog voor een aantal vragen. Dus ik ga er toch nog eentje stellen. Oké, heel goed. Hier wordt gesteld, Maarten koopt toch 50% van de eigen woning ter waarde van 3 ton. Dus aanvullende 150.000 euro plus de bestaande eigen woningsschuld.
Dus de berekening zou volgens dit anders moeten wellicht. Maar okay. Kun jij herleiden waar deze verwarring eventueel vandaan komt? Nou, als ik de vraag goed begrijp, dan hoor ik eigenlijk zeggen van is het de verwerving plus de bestaande schuld. Ja. En de bestaande schuld die in de gemeenschap van goederen zat, dat was 190.000 euro. Ja. Maar dat is de eigen woningschuld voor één deelgenoot. Voor twee deelgenoten is die 190.000. En voor één deelgenoot, dus alleen voor Maarten, is dat de helft, 95.000. En niet dat volledige bedrag. Dus dan is het de helft plus de verwerving. Dat is eigenlijk de uitleg hierbij. Ja. En kan de vertrekkende partner gebruik maken van de restschuldregeling? Even afhankelijk van wat hier precies gebeurt. Dan gaan we nog even kijken naar de vermogensopstelling. He, dus dat is deze sheet. Dan kijken we naar de woning. De woning is 3 ton waard. De eigen woningsschuld is 190.000 euro waard. Dat betekent dat de vervreemding, de fiscale vervreemding, is 110.000 euro. Dat betekent dat er geen fiscale restschuld is. Dat betekent dat er een eigen woningreserve ontstaat. Dus hier is er geen sprake van een fiscale restschuld. Nee. Dus dat is. Ja, dan is het misschien toch goed om nog even de bedragen erbij te pakken. Waarbij we dus eigenlijk die vergoedingsverplichtingen, die laten we in zijn geheel buiten beschouwing. Ja. En even ten aanzien van, want dat voorbeeld, daar heb ik er ook in zitten. Van goh, wat zou er dan gebeuren als de woning verkocht wordt? En zou dat dan nog tot andere uitkomsten leiden? Of dat het dan geen knelpunt is? Nou, dan gaan we even door naar de volgende sheet. Dan komen we op die vervreemding. Ze realiseren beide fiscaal 55.000 euro aan eigen woningreserve. Alleen het gekke is dat we hebben gezien dat Vera gerechtigd is tot 60.000 euro, namelijk de vergoedingsrechten, en 25.000 euro uit die gemeenschap. Dus zij heeft in totaal 85.000 euro, is zij straks op de bank staan. Na afwikkeling. Mm-hmm. En we zien bij Maarten dat hij 25.000 euro op de bank heeft staan. Terwijl hij wel een fiscale eigen woningreserve heeft van 55.000 euro. En als hij binnen 3 jaar een nieuwe woning gaat aankopen, dan heeft hij dus een grotere eigen woningreserve dan dat hij aan eigen middelen op de bank heeft staan. Dus ook daar zien we al weer dat het knelt, doordat er wordt afgelost vanuit uitgesloten vermogen op een gemeenschapsschuld. Ja. Ja, ik heb nooit beseft dat zo'n gevolgen heeft, maar ja, dat komt nu aan het licht. Ja, dus het is belangrijk om daar rekening mee te houden. En nou, ik hoop ook dat ik die vragen, dat die daarmee beantwoord zijn. Dus ook de fiscaal aftrekbare restschuld, die speelt hier dus niet. Als de woning onder water had gestaan, dus de eigen woningsschuld, niet de schuld, maar de eigen woningsschuld, die was groter geweest dan het vervreemdingssaldo, dan komen we toe aan die fiscaal aftrekbare restschuld. Ja. Ja. Dan zijn we eigenlijk door het gedeelte van de vermogensverdeling. En we hebben dus gekeken naar vergoedingsrechten. We hebben gekeken naar het vaststellen van de maximale eigen woningsschuld. Ook het belang daarvan bij andere zaken, bij het scheidingsproces. Dus bijvoorbeeld alimentatie rekenen. Het vaststellen van het inkomen na de scheiding is daarbij van belang. Dus het is zeer belangrijk dat die berekeningen goed worden uitgevoerd. Ik zit nog te denken dat ik nog had beloofd terug te komen op dat De 2012, voor 2012, wat heeft dat de impact? Ja, dankjewel, inderdaad. Nou, we hebben in 2012 is er een aanpassing geweest in het huwelijksgoederenrecht. De derde tranche aanpassingen betrof dat. En daarbij is aangegeven dat vergoedingsrechten, dus investeringen vanuit privé in de gemeenschap, overigens kan het ook andersom zijn, maar daar gaan we nu niet verder op in, dat die niet nominaal meer worden berekend, maar dat die evenredig worden vastgesteld. Dus als je investeert vanuit privé in de gemeenschap, dan heb je op grond van artikel 96 van Burgerlijk Wetboek 1 heb je een vergoedingsrecht. En artikel 96 verwijst naar artikel 87 van Burgerlijk Wetboek 1. En daar staat in dat vergoedingsrechten evenredig vastgesteld dienen te worden. In de praktijk is dat nog best wel ingewikkeld. Omdat er namelijk verschillende manieren zijn om te investeren. Hè? Verwerven, verbouwen, maar ook aflossen van schulden. Ja. En voor al die drie verschillende evenementen, laat ik het zo maar noemen, of manieren om te investeren,
ja, kunnen andere berekeningen gelden om die evenredigheidsleer toe te passen? En ja, voor de geïnteresseerden zou ik willen wijzen op een Kamerbrief die er is geweest in 2009. Mm-hmm. Memorie van antwoord, ook naar aanleiding van het tot stand komen van die wet die in 2012 is ingegaan. En daar staan een hoop rekenvoorbeelden in hoe dat in de praktijk toegepast dient te worden. En dat kan nog wel eens tot rare uitkomsten leiden. Dus het is interessant als je daarmee te maken krijgt om dat eens uit te gaan zoeken. Want hoe had deze casus eruit gezien als die Vera de investering had gedaan na 2012? Dan hadden we dus de vergoedingsrechten evenredig moeten vaststellen. De memorie van antwoord die zegt eigenlijk dat als je aflost op een schuld, dan moet je eigenlijk helemaal terug naar het verwervingsmoment. En je stelt me nou best een ingewikkelde vraag, hè, als ik dat uit het hoofd moet doen. Maar dat maakt op zich niet uit. Wat je dan zou krijgen is dat je eigenlijk, de verwerving was, als ik me niet vergis, 250.000 euro. We zouden dan doen alsof 40.000, die dus is afgelost op die schuld, doen we eigenlijk alsof 250ste, dat de verwerving bedraagt. Hè, dus dat de vergoeding bedraagt. En dat vermenigvuldigen we met de eindwaarde, de waarde op de peldatum, dat is die 3 ton. Dus dat betekent dat je direct al ziet is dat die 40.000 euro echt meer waard gaat worden. En dat gebeurt al op het moment dat je het met toestemming investeert. Volgens die uitleg van die Kamerstukken. Dus dat is een best bizarre uitkomst. Dan komt er dan toch anders uit te zien inderdaad. Ja, ik kan me voorstellen dat dit best wat verwarrend is. Hier valt heel veel over te vertellen. Maar dit is de uitwerking zoals die memorie van antwoord geeft. Ja, oké. Okay. Ja. Er vraagt ook iemand, maar volgens mij hebben we die nu deels beantwoord. Hoe ga je om met beleggingsleer? En dat we hebben het nu natuurlijk nominaal verdeeld. Ja, dus bij die beleggingsleer, dat dan betekent het dus dat de investering eigenlijk meebeweegt met de onderliggende waarde van het goed. En eigenlijk het meest gemakkelijke is, stel je voor dat men in 2013 een woning koopt van 2 ton. Iemand brengt 50.000 euro mee en brengt dat in bij de verwerving als een vergoedingsrecht. En men zou een aantal jaren later die woning voor bijvoorbeeld 4 ton, het dubbele, verkopen. Nou, de woning is in waarde verdubbeld. Het vergoedingsrecht verdubbelt dan ook in waarde. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus het ontwikkelt zich parallel aan de waardeontwikkeling van het goed. Maar let wel, het is dus anders bij verwerving, dan bij aflossen, dan bij verbouwing. Daar gelden andere berekeningssystemen voor. Misschien een hele gekke vraag eigenlijk vanuit mezelf. Mogen stellen hier een overleg van afwijken van al deze berekeningen? Ja, dat is helemaal geen gekke vraag. Want het is natuurlijk, ik snap dat dit alles geregeld is in de wet en dat is natuurlijk ook logisch. Maar als je samen helemaal mee eens bent, we doen het anders. Ja, dat mag. En dat is ook best belangrijk dat je dat inbrengt. Omdat stellen kunnen hier van afwijken. Ze kunnen bijvoorbeeld afspreken dat ze hun vergoedingsrecht nominaal willen houden. Dat gelden geen vormvereisten voor om dat overeen te komen. Dus ik zal cliënten wel aanraden om dat wel ergens vast te leggen. Hè, in een e-mail of in een kort stukje waarin ze dat vast te leggen. Ja, de praktijk is weer bas. Dat gebeurt vaak niet. Hè, want mensen willen tijdens hun relatie, dat is maar even mijn aanname, willen het gezellig houden. Hè, net zoals dat bijvoorbeeld periodieke verrekenbedingen niet worden uitgevoerd, dat weten we ook. Ja, het zijn ook dit soort administratieve zaken. Men doet maar. En bij scheiden is het zaak om, ja, eigenlijk is het dan problemen oplossen. Dus in kaart brengen, wat hebben jullie gedaan? En waar leidt dat toe? Ja. En dan in overleg natuurlijk van wat zijn jullie wensen, wat zijn jullie bedoelingen geweest? Hoe willen jullie het afwikkelen? En nou, op die manier zo constructief mogelijk daardoor komen. Ja. Ja. Overigens is het zo dat, en we kunnen wel even kort ook naar die sheet toe, dat stellen kunnen hiervan in onderling overleg afwijken, heb ik net aangegeven. En overigens geldt voor samenwoners dat er altijd sprake is van nominaliteitsleer, omdat samenwoners niet binnen de scope van het burgerlijk wetboek 1 vallen. Hè? Ja, dus dat is ook nog een afwijking daarvan. Even kijken, dan hebben we weer een vraag, geloof ik. Ja, we hebben weer vraag 2. Dus als u nu op het tweetje klikt, dan krijgt u ook vraag 2. En de vraag is dan of de scheidingsconsument, of die mag verwachten dat zij worden gewezen op deze knelpunten die Jasper net aan het licht bracht voor ons. Eens of oneens? Of mag u dat verwachten van een scheidingsbegeleider? En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat daarvan het resultaat is. Dat is overduidelijk dat 94% in ieder geval vindt dat ze het mogen verwachten van een scheidingsbegeleider. Ja. Dan kijk ik jou natuurlijk aan. Is dat in de praktijk ook een reëel verwachtingspatroon? Ja, nou, dat is wel een goede vraag. Ja, kijk, met deze stelling is het natuurlijk enerzijds een beetje een open deur intrappen. Hè? Van ik denk dat het, die 94%, dat,
Ik zou daar ook mijn vinkje zetten. Van ja, natuurlijk mag je dat verwachten. Want je wil deskundig geholpen worden. En een scheidingsbegeleider zou deze aspecten moeten overzien. Alleen, ik heb daar toch wel zorgen over. Als ik kijk naar de beroepsgroepen. Met alle respect overigens. Hè, want ten aanzien van die andere aspecten zullen ze heel goed werk doen. Maar ja, mediators, advocaten. Ten aanzien van die financiële, fiscale aspecten. Ja, ik ben bang dat ze dat niet in huis hebben. En dat is ook, hè, ik heb... voordat het webinar begon nog even verteld over mijn onderzoek naar de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland. En het probleem is dat veel scheidingsbegeleiders toch nog op hun eigen eilandje blijven zitten. De advocaat die trekt de zaken naar zich toe en die roept, mij bent u aan het juiste adres voor de begeleiding van uw scheiding. De mediator doet hetzelfde. Terwijl we eigenlijk onszelf toch wel wat kwetsbaarder op mogen stellen en elkaar nodig hebben om tot een goede afwikkeling van die scheiding te komen. Dus we hebben elkaar nodig, de advocaten hebben ons nodig, wij hebben de advocaten nodig. En samen kunnen we die cliënt zo goed mogelijk door die tijd helpen. Ja, met zorgvuldige begeleiding. Maar ik begrijp wel dat dit de uitkomst is. Ja. Maar... Precies. Nee. Ja, in het begin had je het ook nog over een stukje pensioenafwikkeling. Dat is ook heel relevant hierin. Ja, zeker. Ja. En ik denk ook dat het goed is, ook in het kader van ons tijdsbestek, want de tijd vliegt voorbij, moet ik zeggen. Om daar nog even bij stil te staan. En ik zal dat zo kort en bondig mogelijk doen. In mijn praktijk zie ik dat veel mensen kiezen voor dus reguliere afwikkeling van hun pensioenen. En wat betekent dat? En dat weten eigenlijk de meesten van ons, die zullen dat weten. Ouderdagspensioen, basis van de wet verevening pensioenen bij scheiden, dienen bij helften verevend te worden, voor zover dat ziet op de huwelijkse periode. Daarnaast hebben partijen recht op het bijzonder partnerpensioen, artikel 57 van de pensioenwet. Dat zijn min of meer de standaard afspraken die men kan maken. Alleen, er zijn ook andere smaken. En die smaken die komen naar mijn smaak eigenlijk te weinig, toch te weinig aan de orde. Ja. En ik wil dat eigenlijk nog eens onderbouwen door ook een tweetal onderzoeken die er geweest zijn. In 2011 is een onderzoek gedaan in opdracht van de VAS, de Vereniging voor Familierecht, Advocaten en Scheidingsmediators. TNS Nipo heeft dat onderzoek gedaan. Een kwart van deze mensen, een aantal duizenden zijn toen geïnterviewd, geeft aan zaken na de scheiding anders geregeld te willen hebben. En daarbij wordt ook specifiek benoemd is dat men dingen anders had willen regelen op het gebied van pensioenen. Dus dat illustreert precies het probleem. Mensen hebben vaak gekozen voor het kruisje bij de standaard oplossing. En achteraf was meer mogelijk. Nog een ander onderzoek. Ja, wel iets langer geleden, uit 2007. Een evaluatie naar de wet vereveningen en pensioenen bij scheiden. Een aantal knelpunten die daar gesignaleerd worden is gebrekkige kennis bij advocaten en notaris en ook bij ex-echtgenoten over die wettelijke regeling. Daarnaast een ander knelpunt is dat het systeem van verevenen zorgt voor levenslange afhankelijkheid tussen ex-partners. He, dus je bent 40 jaar, je gaat scheiden. En dan heb je op je 67, stel tegen die tijd zal het dan 70 zijn of zo. Ben je nog afhankelijk van of je ex-partner dan wel of niet in leven is. Of die wel of niet met pensioen gaat. Als die het eerder in laat gaan, dan krijg jij ook in één keer eerder je pensioen. Als die toch blijft doorwerken, dan krijg je het in één keer later. Als die beleggingskeuzes maakt waar jij niet achter staat, heb je daar niks over te zeggen. Dat kan bij beschikbare premieregelingen. Dus dat zijn best zorgen. En die zorgen die kunnen eigenlijk door wat andere systemen kunnen die weggenomen worden. En ik zal daar kort op ingaan. Er zijn dus wat alternatieve verdelingsmogelijkheden. Verevenen in een andere verhouding dan 50-50. Hè, dat zou kunnen. Conversie kan men toepassen en men kan ook pensioenverrekenen toepassen. Ik zou op conversie en pensioenverrekening zal ik kort ingaan. Het is een webinar van een uur, dus we kunnen ook niet verwachten dat we alle onderwerpen natuurlijk perfect en tot in de puntjes uittypen. Maar ja, als je interesse is gewekt, valt hier natuurlijk nog veel over te lezen en eigen te maken. Conversie is eigenlijk een optie dat je het wettelijke recht eigenlijk omzet in een eigen recht op ouderdagspensioen. Dus dat betekent dat het te verevenen ouderdagspensioen, wat leeftijdsafhankelijk zou zijn nog van jouw ex-partner, dat afhankelijk wordt en wordt omgezet in een pensioen afhankelijk van jouw eigen leven. En daarbij komt ook het nabestaande pensioen, hè, waar je mogelijk nog recht op had, mits dat op opbouwbasis was gefinancierd.
Dat wordt ook omgezet in een eigen recht op ouderdagspensioen. Dus het nadeel is dat mogelijk nabestaande pensioen komt te vervallen. Het voordeel is dat je hoog eigen ouderdomspensioen krijgt, wat afhankelijk is van je eigen leven. En dat zorgt dus voor totale ontvlechting. En in veel situaties vind ik het te verdedigen om voor de conversieoplossing te kiezen. Niet altijd, maar op zijn minst moet dat besproken worden. En mijn ervaring, en ook als ik met andere beroepsgroepen praat, hè, de advocaten en mediators, hè, daar zijn ze weer, komt dat toch weinig aan de orde. En weten ze eigenlijk niet goed waar het over gaat. Dus daar valt veel winst te behalen voor de scheidingsconsument. Ja. Als we dan kijken naar de pensioenverrekening, hè, daar heb ik een kort voorbeeld van. Dat is leuk om te zien, omdat dat soms bij scheiding ook wel meer mogelijk maakt dan dat je zou denken. Ja. Kun je dus pensioenen verrekenen met vermogen of misschien ook wel met een bestaande of nieuwe lijfrente. Nou, als we eens gaan kijken naar deze casus, dan gaat het om Ellen in deze situatie. Dat is even een nieuwe casus. Die krijgt een woning en de hypotheek toebedeeld. De overwaarde daarvan was 50.000 euro. Dat betekent dat zij, want zij is gemeenschap van goederen gehuwd met Henk. Dat betekent dat ze eigenlijk slechts recht had op de helft. Dus ze wordt met de helft overbedeeld. Dus dat leidt er eigenlijk toe dat ze nog 25.000 euro aan Henk moet betalen. Nou, stel je voor dat Ellen dat niet kan financieren. Die krijgt dat niet rond. Dan is het toch zaak, als men wil ontvlechten, dat er op een andere manier misschien gecompenseerd kan worden. Nou, wat ze dan zouden kunnen doen is als Henk de helft van zijn pensioen had moeten verevenen aan Ellen, dat Ellen zegt van nou, ik zie daar vanaf. Maar dan hoef ik ook niet meer die 25.000 euro aan jou te betalen. Nou, op dat moment dat kan. En je ziet ook bij scheidingen dat soort afspraken wel eens worden gemaakt. Ik wil wel benadrukken dat dit soort afspraken ingewikkelde fiscale gevolgen met zich meebrengen. Dus als je je op dit speelveld gaat begeven, moet je wel weten waar je mee bezig bent. Wat betekent dat dan financieel? Financieel betekent dit het volgende. Ten aanzien van de woning moet Ellen nog 25.000 euro aan Henk betalen. Min 25.000 bij Ellen, plus 25.000 euro bij Henk. En ten aanzien van het pensioen. Henk die houdt als het ware zijn pensioen en hij betaalt daar een vergoeding voor, 25.000 euro. Dus dat is wat bij Ellen erbij komt en wat bij Henk eraf gaat. En je zou dan kijken, hè, van, want er gaat geen geld over tafel, men verrekent het met elkaar. Maar hij zegt van oké. Per saldo is het dan 0-0, nog voor Henk, wat hij krijgt of wat hij moet betalen. En voor Ellen hetzelfde. Dan zou je kunnen denken, van, nou, dan is men klaar, dan heeft men evenwichtig het verdeeld. Daar lijkt het ook op. Maar als we dan nu gaan kijken naar de fiscale gevolgen, dan zien we dat die 25.000 euro die samenhangt met de pensioenverrekening, dat die belast is bij Ellen en aftrekbaar is bij Henk als persoonsgebonden aftrek. Hè, ik heb ook voor jullie informatie de wetsartikelen daar nog bij gemeld. En dat betekent dat als cliënten hier dus geen rekening mee houden, men jaren later erachter kan komen dat men toch een fiscale bijtelling had. En dat Ellen in één keer nog belasting daarover moet gaan betalen. Ja. En dat Henk een aftrek had die hij niet benut heeft. En dan hoor je wel eens zeggen van, maar als ze toch allebei niks doen, hoe komt de Belastingdienst daar dan achter? Nou, ik zie het in mijn praktijk, is dat mensen zich bij mij melden. En dan heeft jaren geleden zijn dan dit soort afspraken zijn gemaakt. Dat kan ook zijn met bijvoorbeeld een lijfrente. Hè, of afkooppartneralimentatie die verrekend is met overwaarde van een woning of een ander vermogensbestanddeel. En dat iemand erachter komt dat die eigenlijk een aftrek had. En de verhoudingen die zijn tussen de mensen wat verslechterd. Dat iemand zegt van ook al hadden we de bedoeling om dat een soort van netto transactie te doen lijken, ik ga alsnog aftrekken en ik kan 5 jaar terug, dus ik dien een herziening in. En in mijn praktijk zie ik dat het ook wordt gehonoreerd door de Belastingdienst. Alleen het probleem is dat je wel moet melden wie heeft die belastbare periodieke uitkering en verstrekking dan ontvangen. He, dus als je de aftrek claimt, moet je wel zeggen waar is het ontvangen. En die krijgt dan vervolgens een aanslag om de oren. Dus dat kan tot hele nare situaties leiden in dat scheidingsproces als mensen niet goed begeleid zijn. Of misschien zelf hun eigen scheiding hebben geregeld via internet. Dus is dit dan een probleem? Ja, dat is een probleem, maar het is op te lossen. Nou, en die oplossing die zit er eigenlijk in dat als men in het jaar van ontbinden van het fiscaal partnerschap, en het ontbinden van het fiscaal partnerschap, dat
gebeurt eigenlijk op het moment dat het verzoekschrift tot scheiding wordt ingediend en een van de partners op een andere basisregistratiepersonen is ingeschreven, de BRP. Wat men dan kan doen is, men kan voor dat jaar dan nog opteren, hè, doen alsof ze het hele jaar fiscaal partner zijn. En op grond van artikel 2.17, ja, lid 5 en lid 7, kunnen ze dan de persoonsgebonden aftrek van de een toerekenen aan de ander. Nou, en dan is het in deze situatie dat dus de aftrek van Henk aan Ellen wordt toegerekend, waardoor het een en ander fiscaal neutraal kan verlopen. Helemaal fiscaal neutraal kan het dan niet, omdat Ellen toch inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekeringswet dient te betalen over die belastbare periodieke uitkering en verstrekking. Dat staat in artikel 43 van de zorgverzekeringswet, dat ook dat onderdeel is van de grondslag voor die inkomensafhankelijke premie voor de zorgverzekeringswet. Nog één korte vraag. Ja. Een scheiding moet je binnen 2 jaar melden bij je pensioeninstantie. Als je dat niet doet, wat zijn dan de gevolgen voor je ouderdagspensioen en voor je bijzonder nabestaanpensioen? Ja, heel belangrijke vraag en leuk dat het wordt ingebracht. Je moet binnen 2 jaar moet je het melden aan de pensioenuitvoerder om een rechtstreeks uitbetalingsrecht te krijgen. Dus we hebben binnen 2 jaar gemeld, ik ben de vereveningsgerechtigde, dan kan ik bij het ABP of bij een ander pensioenfonds zeggen van, u moet mij uitbetalen. En dat is heel prettig, want dan ben ik niet meer afhankelijk van mijn ex. Als ik dat niet binnen 2 jaar doe, dan heb ik nog steeds recht op die pensioenverevening. Dat vervalt niet. Alleen ik zal dan bij mijn ex moeten aankloppen, omdat de pensioenuitvoerder niet meer rechtstreeks moet uitbetalen. En ja, het probleem is, als ik bij mijn ex moet aankloppen, is dat het, ja, maar de vraag is of die iedere maand het geld gaat overmaken. Ja. En die afhankelijkheid, die wil je liever niet. Dus dat is het belang van binnen 2 jaar melden. En ja, dan zou je afvragen van, ja, maar waarom doen pensioenuitvoerders dan moeilijk als je dat dan een half jaar later meldt? Ja, ik vind het ook vreemd. Hè? Het zal hun extra uitvoeringskosten met zich meebrengen, administratie. Maar de praktijk is wel dat ze er echt niet aan meewerken. Dus ik heb nog niet meegemaakt dat ze zeggen van, oh, dat doen we wel. Okay. Ja. Dat is belangrijk om het toch te doen. Ja, precies. Nou, kijk, dan denk ik dat we eigenlijk de belangrijkste voorbeelden en ook een aantal knelpunten hebben benoemd. Ik denk dat zowel de vermogensverdeling die we hebben besproken met de eigen woningregeling en de vergoedingsrechten, maar ook de pensioenafwikkeling en de onderzoeken die ook illustreren dat daar toch nog wat nodige beter kan, toch ook ons laten zien dat wij als financieel planner best iets belangrijks kunnen betekenen voor die scheidingsconsument. Of sterker nog, eigenlijk een hele belangrijke rol kunnen vervullen. Ik zou graag, en ik voel me vrij om daar ook nog op te wijzen vanavond. Er is een kleine club van financieel planners die een vereniging hebben opgericht. Dat is de Vereniging van Financieel Planners en Scheidingsmediators. Dat is een leuke club van mensen die zich echt volledig richten ook op het scheidingsproces. Mochten jullie ooit eens in scheidingssituaties verzeild raken vanuit jullie professie, hoop ik, niet privé, denk ik dat de leden er wel voor openstaan dat jullie contact met ze opnemen om te sparren over bepaalde vragen en ook als collega's kennis en kunde uit te wisselen en elkaar ook verder te helpen. Ik denk dat ik ook nog eventjes naar de laatste poll vraag wil. Kijk eens, die was ik alweer vergeten. Maar dat is heel mooi, daarvoor zit ik hier. Ja. De laatste pollvraag is advocaten en mediators, en dat is eigenlijk waar je ook mee begon, Jasper. Die zouden er goed aan doen om de scheidingsconsument door te verwijzen naar een pensioendeskundige. Ook zeker gezien het verhaal wat je net gaf. Of zijn jullie het daarmee eens, ja of nee? Dus moeten advocaten en mediators de consument doorverwijzen? Dat is overweldigend, 95% ja. Zeker naar jouw verhaal. Ja, ook dat is, ik denk dat dat ook zou moeten. Alleen, ja, dan is het weer de praktijk dat ik mij zorgen maak over, van gebeurt dat dan wel? Ja. Ik zal het kort houden, toen ik begon als scheidingsbegeleider, toen ging ik naar advocaten heen om ze dit uit te leggen. En dan zeiden ze allemaal van, ja meneer Hoornstra, hartstikke fijn, maar dat weten wij allemaal zelf wel. En dat vond ik best moeilijk. Inmiddels heb ik wel wat advocaten waarmee ik samenwerk. Daar is kwartje wel gevallen. Ja. Maar ik denk dat we het onder de aandacht moeten blijven brengen als financieel planners. En dat we die samenwerking met die advocaten en mediators actief op gaan zoeken. En misschien het iets meer automatiseren dat ze dat soort cliënten aan ons doorverwijzen. Ja. Dus ja, tot slot voor de mensen. Jasper, wil ik nog één keer vragen om jouw laatste slide, jouw conclusieslide voor te zetten. Van wat zijn nou de stappen wat ze de mensen moeten doen?
om er aan te beginnen, nou, je verwees net al naar die website waar mensen terecht kunnen voor meer vragen of meer aanvullende zaken over hun eigen praktijkgevallen. In ieder geval als ze collega's zoeken die gespecialiseerd zijn in het scheidingsproces, dan zouden ze daar terecht kunnen voor vragen en ook om collegiaal te sparren en te kijken of ze iets voor elkaar kunnen betekenen. Ja, en mij is in ieder geval duidelijk geworden dat ook al wil je niet scheiden of woon je samen, maar dan dat er toch juridische vergestrekte gevolgen zijn. Ook al ga je iets aflossen. En ja, ik heb bijzonder veel geleerd vanavond. Ja. Dankjewel voor Jasper. Voor u thuis als kijker, of misschien bent u nog op het werk, ik weet het niet. Dank voor uw aandacht. En nogmaals, wilt u meer weten, zoek uw collega's op. Kijk op internet, in de wetboeken, waar u nog meer informatie kunt vinden uiteraard. Voor nu, dankjewel voor het kijken. En dankjewel voor uw vragen. En we hopen u snel nog een keertje te mogen begroeten bij een ander webinar.